Sterrenbeeld tweelingen, tweelingen van harte. Welkom weer op het kanaal van Mireille Online. Mireille hier. Leuk dat je komt kijken naar jouw november reading voor 2022. Ik heb er weer heel veel zin in en allereerst natuurlijk enorm bedankt voor al die lieve, leuke, warme en openhartige reacties. Blijf dat zeker doen. Ik lees echt alles en ik word daar enorm blij van. Dat geeft mij natuurlijk ook weer heel veel energie en inspiratie om hiermee door te blijven gaan. De winnaar van Spiegelbeeld Magazine maak ik bekend in de community. En degene die gewonnen heeft, krijgt sowieso ook nog een reactie op zijn of haar reactie. Dus van harte gefeliciteerd. En deze keer heb ik weer iets ontzettend leuks voor jou. Ik mag namelijk van Hjeva Uitgeverij de maankalender weer verloten. En dit is natuurlijk degene van 2022, maar die van 2023 ligt alweer klaar in de winkel en schappen en online overal. Samengesteld door Esther van Heerenbeek, astrologe, tarotiste en numerologe. Superleuk. Esther neemt je dagelijks mee in de gebeurtenissen en waar je eventueel rekening mee kunt houden met die betreffende maan van die dag. Wat moet je doen? Laat even een reactie hieronder weten dat je graag kans wil maken. En wie weet ben jij de gelukkige winnaar. Win je hem niet en wil je hem toch hebben, dan zal ik ook in de beschrijving hieronderin deze video een linkje plaatsen waar je eventueel dan zelf die kalender kunt kopen. En genoeg gekletst. En laten we vooral lekker gaan beginnen met de reading. Want daar kom je natuurlijk ook voor. En sowieso alle informatie, tips, et cetera, vind je allemaal hieronder. In de beschrijving. Dus ben je geen abonnee? Je kunt je natuurlijk altijd gratis abonneren. En ik ben benieuwd voor jouw tweelingen wat naar voren mag komen. Het kan nooit met alle tweelingen 100% resoneren. Dus neem mee wat voor jou bedoeld is en wat je niet herkent, laat gaan. En je kan natuurlijk altijd even naar je maan of je ascendant kijken. En ja, je bent ook altijd van harte welkom natuurlijk voor een persoonlijk consult. Is even kijken, de kluizenaar, de gehangene, 2 van zwaarden, de ridder van munten, aas van zwaarden en 7 van munten. Nou, ik ben benieuwd, we gaan madame Lenneman erbij pakken en de tarot van de herstelde orde. En ik leg alleen het kruis, dus niet de staf. En die gaat gewoon iets dieper, daar ga ik gewoon wat dieper op dat kruis in deze keer. Laten we kijken. Want die zwaarde 2 laat sowieso natuurlijk al zien dat je een beslissing hebt moeten nemen of nog moet gaan nemen. Dat je er middenin zit, wat je lastig vindt. En dat heeft met het verleden achter je laten te maken. Zo, die trek ik alweer. Ik heb hier staven 3, zwaarde 3, de ster. Dan hebben we aas van staven, dan hebben we de magier en dan hebben we de kluizenaar. Kluizenaar hebben we dus 2 keer. En ik heb hele leuke kaarten. Dat zijn Gaia orakelkaarten. Die zijn zo mooi. Dus ik zag ze voorbij komen. En ik denk, ja, die gaan we echt wel scoren. Helemaal leuk. Nog 1 keer. Ze zijn hartstikke nieuw. De motoriek gaat nog niet helemaal top. Nou, wilde ik jullie trouwens ook nog even voor bedanken. Voor jullie medeleven en al jullie lieve beterschapswensen. Dank jullie wel. Het is echt boven verwachting snel gegaan, het herstel. En daar ben ik heel blij mee. Dus we kunnen weer wel een beetje voorzichtig nog natuurlijk. Hechtingen zijn eruit, dus ik ben helemaal blij. Ik heb hier de oceaan van eeuwige liefde. Heel worden, creativiteit en vruchtbaarheid. En intuïtieve communicatie. Stille fluisteringen van het hart. Wat ontzettend mooie kaart. Een 44 is een meesterlijk getal. 7 is een, rust nemen, tijd nemen voor dingen. Kijk, deze 2 kaarten heb ik voor jou. Hoe mooi zijn ze? Laten ze hier ook liggen natuurlijk. En madame Lenneman ging ik ook nog eventjes erbij pakken, zou ik bijna vergeten. En ja, wat ik er eigenlijk al zie hè, bij die zwaarde 2, wat hier in het verleden al ligt. Je moet even door iets heen kijken. Je moet even naar een bepaalde waarheid kijken. En als ik dan hier kijk, stille fluisteringen van het hart, die ligt ook niet. Hè? Je hart spreekt altijd de waarheid.
Oké, dan heb ik hier gesprekken. Dan heb ik hier de boom. Dan heb ik hier de wolken. De toren, de ooievaar en de tuinen. Nou, het plaatje is compleet. Hier ligt eigenlijk heling. Nou, hier hebben we ook de heling eigenlijk liggen. De ster is heling. En naast dat hij voor heling staat, staat het ook voor ingevingen. Voor wat belangrijk is dat je aandacht durft te geven aan een bepaalde droom, aan een bepaald doel, aan een bepaald wens. Hoe meer aandacht je daaraan durft te schenken, hoe meer je dat naar de realiteit kunt krijgen. Maar er is ook iets wat je niet wil zien. We hebben hier namelijk de wolken. En de wolken is ram, boogschutter, leeuwenenergie, mannelijke energie. Maar het gaat ook over strijd. En het gaat ook over, ergens hangt een bepaalde sluier voor. Terwijl die ster er ook is. Dus waar ga jij je op focussen? Als jij dat doel wil behalen en dat geluk wil pakken, zul je echt gewoon naar waarheid mogen kijken, lieve tweelingen. En misschien ben je daar al doorheen gegaan. Misschien moet je daar nog doorheen. Wat heb ik hier nog meer voor jou? Ridder van munten en aas van staven. Dus je gaat je talent toepassen. Je gaat je kansen pakken. Je gaat ook groeien laten toren zien. En die ridder van munten geeft heel duidelijk aan, echt heel duidelijk, je grenzen stellen en het oude afsluiten. En dan kun je dus ook echt dat talent toe gaan passen. Een nieuwe kant, nieuwe ingevingen die je gaat krijgen. En de toren staat voor groei. Nu liggen de gesprekken ook gelijk naast die toren, dus het is belangrijk. Er komen dus gesprekken. Dat kan ook met een officiële instantie bijvoorbeeld te maken hebben. Voor een subsidie, voor een lening, voor whatever, teruggave, ik noem maar wat, voor bepaalde hulp. Maar hier liggen ook gesprekken. Dit is wel iets zakelijks voor mijn gevoel. Of het heeft met iets zakelijks te maken, laat ik het zo zeggen. De kluizenaar geeft eigenlijk aan, in de positie waar verkeer je dan nu in of ga je binnenkort in verkeren. Ja, terugtrekken, overzicht maken. En wat doet de kluizenaar? Dat is de maagdenergie. Die gaat echt alles zo eens observeren. Die kijkt zo eens even terug van wat is er nu allemaal geweest. Dan gaat die kluizenaar zeg maar bekritiseren. Dat wel, dat niet, dat wel, dat niet. En dan ga je selecteren. Dus je zit in een soort selectieperiode, kunnen we wel zeggen. En zolang jij niet voelt, ik moet eruit, moet je daarin blijven. Ik zie namelijk ook de gehangenen. Dat is ook een bepaalde stilstand. Die is noodzakelijk. En ik ga je straks ook vertellen waarom. Want de magie ligt op het inzicht. Wauw. Je bent echt aan het kijken. Waar wil ik naartoe? Hoe ga ik verder? Wat neem ik mee? Wat neem ik niet mee? Nou, die kluizenaar doet dat ook. Gesprekken liggen hier. Ik gaf net al aan, gesprekken misschien met een instantie. Wat voor instantie dan ook. Maar ook denk ik het gesprek met jezelf. Even dat terugtrekken en even dat gesprek heel duidelijk met jezelf aandurven gaan. Wat hebben we dan verder hier? De gehangenen. En dan zwaarde 3. En zwaarde 3 is toch een steek in het hart. Hè? Dus je voelt je in de steek gelaten. Er is misschien een bepaalde belofte verbroken. Maar ook nog bepaald hartzeer. Je bent nog aan het verwerken. Als je heel goed naar die kaart kijkt, dan zie je daar de wolken en daarachter regen. Dit is een van de weinige zwaardekaarten met water, afvoerwater noemen we dat. Dus emoties die weg mogen, die opgeruimd mogen worden, die weg mogen stromen. En die gehangenen, ja, dat is zodat jij weer die dingen vanuit een nieuw perspectief gaat leren bezien. En er komt een nieuwe groei aan. En dat heeft gewoon een bepaalde cyclus nodig, een bepaald proces nodig. En die boom staat ook weer voor heling. Ik moet even. Oh, ik heb net even in de zon buiten gezeten. Even kijken hoor. Dan heb ik hier de magier, een nieuw begin, een aas van zwaarden. Ja, hoe mooi wil je het hebben? Hier pak je een aas, hier pakken we nog een aas. Dus even kijken. Twee mooie hofkaarten. Of aaskaarten. Dan pakken we daar 1, 2, 3 grote arcana kaarten. 4 grote arcana kaarten. Nou, ik begin eens even hiermee. Want ik zie hier zoveel liggen. Er komt er zoveel op me af. Kijk, de ooievaar. De ooievaar is vrouwelijke energie. Maar het staat voor een vernieuwing. Er is een vernieuwing op komst. Maar er zijn ook nieuwe ideeën op komst. En kijk eens even naar die aas van zwaarden.
Het idee ligt al klaar. En om dat allemaal werkelijkheid te maken, is het dus ook van belang. Oh, wat erg, sorry. Van belang dat je met waarheid naar een hele situatie kijkt. Opheldering creëert. En die opheldering kan alleen jij creëren. Keuzes maakt, selecteert. Want dan heb ik hier jouw grote vriend op het inzicht liggen. De magier. En de magier is in staat om alles te creëren op aardsniveau wat hij of zij maar wil. He, zo boven, zo beneden. Dus wat je bedenkt, dat kan jij op aarde neerzetten als het ware. Je hebt alle elementen in handen. Je weet hoe je het moet doen. Belangrijk is, alle afleiding aan de kant schuiven. Alles wat jou afleidt, of niet dient, of geen toevoeging is, mag je eigenlijk skippen of even in de koelkast zetten. En waar gaat het daar naartoe? Nou, we hebben hier 7 van munten. Gestage groei, maar een hele goede groei. Hele mooie groei. Weer die kluizenaar, dus dan ga je weer terugkijken. Maar dat doet die munten 7 ook. Munten 7 zit zo te kijken, ja, is het dan wel voldoende? Gaat het goed? Ik noem hem ook vaker de zondag. En waarom? De 7e dag van de week kijken we ook even van vroeger uit. Hè? Dat was de rustdag. De dag dat je niet werkte, de dag van bezinning. En dan zien we hier ook weer die kluizenaar die nog even gaat kijken, nog een keer opnieuw kijkt van ja, hoe staat het ervoor en waar gaat het naartoe? En dan kom je tot de conclusie dat je eigenlijk toch wel heel veel te vieren hebt, als ik dat hier zo mag zien. En het gaat hier over de vruchtbaarheid, over de creativiteit. Ridder van Munten is een hele vruchtbare kaart. Bovenin ligt natuurlijk de enorme creatie, de nieuwe creaties, in welke vorm dan ook. En die intuïtieve communicatie en de gehangene is Neptunus-energie. Dat gaat over het helder zien, dus het weer helder gaan zien ook. En die ster, dat zijn ook bepaalde ingevingen die je kunt gaan krijgen. Dus jeetje, het ligt er wel heel erg mooi bij. En de vraag is, wat ga jij daarmee doen? Ik zit eventjes in dubio, waar we nou nog eens even verduidelijkingen op kunnen vragen. En laten we nou nog eens eventjes naar die kluizenaar met die munten 7 gaan kijken. Van waar gaat het nou naartoe? En daar ben ik dan wel heel erg benieuwd naar. Hier ligt wel een prachtig proces hoor, met hele mooie mogelijkheden. Oké, waar gaat het over? Vallen er 2 uit. Eens even kijken. Koningin van Staven en Staven 6. Dus je gaat iets overwinnen. En de Koningin van Staven, dat is een passionele, vurige, vrouwelijke energie. Deze laat eigenlijk zien, ja, ik heb overwonnen, maar ik weet nog niet waar ik naartoe moet. Maar die kluizenaar laat ook zien van, ja, maar dat gaan we nog onderzoeken. En dan hebben we hier die Staven Koningin. En zij is eigenlijk de intuïtieve, ondernemende dame die eigenlijk heel goed weet wat ze wil en ook hoe ze moet gaan sturen. En hoe ze dat voor elkaar moet krijgen. Dat is een spirituele dame met een zwarte kat, die leeuwenkoppen, leiding nemen. Maar, kijk, dat is de andere kant, hè, van de, want we hebben alles heeft een schaduwkant. En daar kijk ik dan ook even naar. Ja, en die Koningin van Staven, anderzijds, kan ze ook best wel te sturend zijn in haar wensen en zin door willen drijven. Dus neem dat wel heel even mee. Maar je hebt iets overwonnen en dan mag je weer die hele nieuwe richting gaan bepalen. En dit is echt een aanmoediging. Ga ermee door. Je weet wat je wil. En als je dat wil, kun je dat ook bereiken. Dus ja, dat is toch wel heel erg mooi. En laten we ook eens even een kleurkaart bijpakken. Ter ondersteuning en verdieping. En ja, misschien zeg je, hey, het resoneert helemaal niet. Dat kan. Check dan eens even jouw maan of je een ascendant. Je kan via een linkje in de beschrijving hieronder gratis dat berekenen op puurmedium.nl. Heb je wel even je geboortetijd voor nodig. Ja, en misschien resoneert het wel en vind je het ook leuk om dat te kijken. En heb je zoiets van, ja, hier wil ik toch veel meer van weten. Want het is echt best wel, komt best wel persoonlijk heel dichtbij. Dan ben je natuurlijk ook altijd welkom bij mij in de praktijk of een telefonisch consult. Ik werk wel alleen op afspraak. En voor een direct telefonisch consult verwijs ik je natuurlijk graag naar puurmedium.nl. Kijk eens even, wat heb ik hier? Perzik, adem het leven in. Roze, laat liefde toe. Dus dat is ook heel erg belangrijk. Deze 2 kleuren kunnen jou eigenlijk, dat had ik niet moeten doen, ondersteunen en wees daar zelf heel creatief in.
met edelstenen, kleding, bloemen, planten, kaarsen, noem het maar op. Leuke violen. Er zijn geen roze violen, maar wel een beetje die oranje tint. Maar er is wel roze heide, dopheide. Hartstikke mooi. Of mooie roze bolgrisanten. Maar joh, kijk zelf even wat je daar mee zou kunnen. En ik hoop dat ik jou weer heel veel inzichten, vooruitzichten en hopelijk ook wat inspiratie heb mogen geven. Ik zou het heel leuk vinden als je sowieso even hieronder laat weten hoe je de video hebt ervaren. Gooi duim even omhoog. Ben je nog geen abonnee? Voel je vrij om op die abonneerknop te klikken en zet even dat belletje aan. Krijg je altijd een melding als ik een nieuwe video voor je heb. Deel eens vermenigvuldigen. Dank je wel weer voor het kijken. En ik zou zeggen, tot de volgende. Joe, doei doei.